Schiphol is niet alleen in Nederland actief, maar ook in de wereldstad New York. Sinds 2001 beheert Schiphol Terminal 4 op John F. Kennedy Airport, jaarlijks goed voor meer dan 10 miljoen passagiers. 5 pushback is approved, startup position. Een decennium samenwerking smaakt naar meer. En daarom kwamen onlangs delegaties van Schiphol en JFK bijeen om die samenwerking nog verder te versterken met plannen voor een zogenaamd sister agreement. Sister agreement is heel simpel gezegd de bereidheid om kennis te delen, kennis uit te wisselen, gezamenlijke innovaties in gang te zetten en al dat soort zaken. They've long been a great partner of us of the port authorities with their work here in Terminal 4. And we found that our other sister airport agreements have led to greater cooperation, sharing of great ideas. Momenteel wordt er veel geïnvesteerd om Terminal 4 verder te ontwikkelen tot een van de beste terminals ter wereld. Op dit moment wordt Terminal 4, wat 100% eigendom is van Schiphol Groep, voor 50% uitgebreid. Daar worden gates aangeplakt. De terminalgebouw wordt vergroot. Bagagesystemen worden uitgebreid. De uitbreiding van Terminal 4 is een totale investering van ongeveer $1,2 miljard. De investeringen in New York zullen uiteindelijk ook in Nederland effect hebben. Delta, de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld, zal groot gebruiker worden van Terminal 4. En zal met deze nieuwe thuishaven nog meer passagiers naar Amsterdam kunnen vervoeren. Wat ons betreft is die connectiviteit met Amerika weer zo relevant. Ja. New York is voor veel Europeanen en veel Nederlanders de gateway naar Amerika. En zo wil Amsterdam de gateway zijn voor veel Amerikanen naar Europa. 10 jaar na het begin van de samenwerking zijn de banden tussen Schiphol en JFK steviger dan ooit. Met de grote investeringen en plannen voor een sterker partnerschap zullen passagiers met steeds meer gemak en plezier kunnen reizen tussen Nederland en de Verenigde Staten.